heel verwarrend. Waarom is alles zo ingewikkeld hier? Hoe kom ik aan een schep? Nippa en Ontzen Durfs, ik ben Evelien en ben ik weer met een gloednieuwe Planetcraft video. En ja, we zijn hier op een ander land, want ik ben nu in een ander team. Gewoon, ik wou gewoon een keer wat anders en ik mocht ook niet zoveel bouwen daar. En hier kan ik wel gaan bouwen. Dus we gaan even wat bouwen. Ik weet niet of het mooi gaat worden. Ik ben niet de beste bouwer. Ik weet niet eens of het bij de stijl gaat passen. Dus ik heb spullen gepakt. Maar ik heb even food nodig. Dus ik mag spullen uit de opslag pakken. Ik hoop even dat er eten in ligt. Anders kan ik nog niks. Het land is Burkina Faso. Ik neem even wat meloenen mee hoor. Ik weet niet van wie deze kist is. Maar ik neem even meloenen mee. Ik had gewoon trek. We gaan bouwen. Hij zegt dat de stijl niet boeit. Als het hem niet boeit, dan boeit het mij ook niet. Perlaar, daar mogen we bouwen. Dus dan gaan we even een mooi huisje maken, want het is toch leuk? Iedereen wil toch een huis? Oké, we gaan hier. Dit is wel een mooi plekje. Ik ga een eenhoorn stammen. Hij gaat gewoon een eenhoorn stammen. Oh. Hij gaat gewoon een eenhoorn stambeeld maken. Hoe cool is dat, jongens? Hoe cool is dat? En dan doen we hier twee tussen en dan doe ik hier de... Oh my god, waarom heb ik geen tools? Ik vergeet ook alles hier. Waarom vergeet ik de helft? Dan moet ik weer helemaal naar die opslag toe. Omdat ik de helft vergeten ben. En wat ben ik voor noob? Ik wil slaps maken. En dan heb ik weer een crafting table nodig. Ik jat even je crafting table aan de kissie. Nu hoop ik dat ik alles heb. Anders moeten we weer hierheen. Het houdt ook gewoon niet meer op. Het houdt niet meer op. Wordt wat met dit huis. Zijn we straks een half uur verder. Er staat er nog alleen een pilaar. Ik zie dat toch wel gebeuren trouwens. Dat ik gewoon... Heb ik nog steeds geen tools mee, weet je? Ik heb geen schep nodig. Oké, ik heb hout. Ik kan het in principe maken. Dus echt, weet je, we maken dan hier de deur. Zo. Ik heb echt een schep nodig. Oh. En natuurlijk zijn sticks weer anders. Weet je, ik maak wel even een schepje. Hè? Planetcraft is voor mij heel verwarrend. Ik snap niet hoe... Hoe kom ik aan een schep? Oh, ik ga wel weer daarheen. Weet je wat? Ik ga daar helemaal heen. Waarom? Ik vind het heel verwarrend. Waarom is alles zo ingewikkeld hier? Hoe kom ik aan een schep? Ik hoop dat er überhaupt een schep in zit, anders kom ik nog nergens. Is er een schep? Bestaat dat? Zou er wel moeten zijn, hoop ik. Want ik weet niet hoe ik een schep moet maken eigenlijk. Schep, schep, schep. Oh, dankjewel. Oké, we gaan naar voor. Nu. Beter gaat het nu wel goed. Welke take is dit? Drie? Take drie? Take drie! Ik zie dit echt al zo'n video worden van met de titel. Ik probeer een huis te maken. I try. Kunnen we fixen? Kijk eens aan. Kijk, ik kan dit. Ik kan dit gewoon, jongens. En meisjes. En eenhoorns. En durfs. Kijk, zijn jullie nu al trots op mij dat ik gewoon dit heb gemaakt? Ik ben wel heel trots op mezelf. Kijk eens aan. Oké, ik ga niet beloven dat dit het mooiste huis ooit wordt. Dat weet ik niet. Ik hoop ook dat ik genoeg resources heb. Het enige wat ik vervelend vind, is die cooldown. Op dit moment. Oh, ik viel net door naar beneden. Ik dacht, oké, komt ie. Komt iets te staan. Okay. Nee, verkeerd geplaatst. Gelukkig hebben we tools bij ons. Kijk, nou, het is af. We hebben een ingang. Kijk, en dan deed ik hier altijd buttons op. Ik heb echt zo'n stijl van iemand overgenomen. En die heb ik gedoe nog steeds eigenlijk. Een idee dat het echt zo'n klein huisje wordt. Kan er mee door. Bloep, 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 bloep. Ja! Klaar, dan heb ik gewoon een huis gemaakt. Dan heb ik mijn eerste huis in Planetcraft gemaakt, gewoon. Toe even. Het is wel echt een heel klein huis. We houden het gewoon klein. Klein is fijn. Ik wil niet groter worden. Klein is fijn. Ik wil niet groter zijn. Waarom heb ik ineens dat liedje van kinderen of kinderen? Dat is kinderen of kinderen, right? Waarom heb ik dat ineens in mijn hoofd? Ik snap het ook niet waarom. Ik snap gewoon niet waarom hoe ik soms op dingen kom. En nu denk ik weer aan een liedje van Rapunzel en nu zit hij weer in mijn hoofd. Thanks! Thanks ik. Dat is eigenlijk best wel awkward als je het alleen opneemt. Het feit dat je gewoon eigenlijk tegen jezelf aan het praten bent. Ja. Wiel. Maakt het uit dat het geen dak heeft. Maar dan maak ik gewoon eerst gewoon zo'n
plat dak en dan ooit er zin in hebt, weet je wel, dan kan je een dak gaan maken. En dan heb je een mini-huis. Ik noem het mini-huis, gemaakt door Evelien. Oh, even. Ik vind het dirtpaal wel echt mooi. Eigenlijk zouden we een dirthuis moeten maken, hè. Maar weer gemiste kans dit. Weer een gemiste kans. Hadden we echt moeten doen. Het enige is dat ik nu niet meer zoveel resources heb. Dus aan de ene kant vind ik het wel chill dat we niet zo'n groot huis gemaakt hebben. Want anders moest ik weer resources gaan halen. Een huisbouw. Mijn eerste huis. Het is wel echt cute, hoor. Vinden jullie hem niet cute, mijn huis? Ik vind hem echt hartstikke schattig. Weet je wat ik altijd deed? Ik deed dingen zoals dit en dan random plaatsen. Want dat was vet cool. En ik ga het lekker weer doen. Jullie er niet mee eens zijn. Ja, wat moet ik erop zeggen als jullie er niet mee eens zijn? Nou en, ik heb daarvoor gekozen. Dat zie je toch. Ik praat eigenlijk, ja. Niet over nadenken over het feit dat je eigenlijk tegen jezelf aan het praten. Dat moet je niet doen. Nee, dit is niet mooi. Dit is niet mooi. Dit is niet mooi. Disney. Ja, dit. Ja, een beetje een apart huis. Wie wil er nou niet in een apart huisje wonen? Iedereen wil dat toch? Dit. Ho, 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 ho. Deze kant zit er zo random bij. Weet je, we laten het gewoon lekker random. Want wie houdt er nou niet van random? Random, 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 random ijs. Nog meer random. Blokjes hier. En dan hebben we zo meteen een huisje gemaakt. Nou, kijk eens hoe leuk, joh. Kijk eens hoe mooi. Gewoon een huis. We gaan wel even het dak zo doen. Ik hoop dat ik genoeg slabs heb trouwens. Waarom heb ik van alles bijna precies genoeg? Oké, ik heb net genoeg. Hey. Kijk dan. Zo. Dit. Kijk. Ga je dan hier weer zo. Hier weer zo. En dan heb je dat zo naar boven toe. Aan allebei de kanten. En dan hier tussenin heb je dan hout. Niet aan de onderkant, maar wel aan deze. Dan heb je weer hout. Als iemand dit huis af wil maken in het team. Of ik maak het zelf een keer af. Dat kan natuurlijk ook. Misschien in een andere video. Ik weet het allemaal niet, joh. Als iemand dit af wil maken, dan kan dat ook gewoon... Als hij op het land staat. Zo standaard. Ik heb dit huis zo vaak gebouwd. Het is ook gewoon het enige huis wat ik bouw meestal. Oh, ik wou een slab. En nu moet ik hier weer bovenop zien te komen. Ah. Oké, ik heb niet genoeg stairs hiervoor. Waarom ga ik zo ver hier vandaan bouwen? Dit werkt toch niet? Dit werkt niet. Ik zal het wel even. Misschien is dit het trouwens wel. Ja, volgens mij is dit het. Ik heb alleen niet genoeg stairs op. Kijk eens aan. Oh nee, wacht. Dit gaat neerstorten zeker. Ik dacht helemaal niet. Ik had er helemaal niet meer aan gedacht. Weet je. Oké, ik ga nog even. Ik ga dan nog even wel snel even fixen. Zijn alle stairs op? Oké, ik ga proberen stairs te maken. Ik hoop dat dit wel kan. Serieus? Oké, ik dacht even dat het niet kon. Ik was gekomen van wat dirt. Het ziet er eigenlijk wel zo random uit. Ik heb hier dit en dan... Hey, verschil moet er wezen, toch? Nu heb ik nog steeds niet andere kleurhout meegenomen. Cool down. Cool down. Gaat dit omvallen? Nee, toch? Ik bedoel, het zit toch stevig? Of is dit niet stevig genoeg? Stevig. Ik heb het niet eens aan gedacht. Het is allemaal stevig. Veel te ingewikkeld. Kijk, maar ik heb dus een huisje gemaakt. Ik heb geen bordje. Helaas. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer beneden. Klik op het belletje zodat je elke keer een notificatie krijgt waar ik een video upload. En laat ook even eens in de second in de reacties iets leuk achter. Want ik vind de reacties leuk om te lezen. En dan zeg ik tot de volgende video. Ciao!